Na de 7-2 overwinning op Tsjechië is Wit-Rusland de tweede tegenstander voor de Oranjevrouwen onder 19 jaar in de zogenaamde elite-ronde. De inzet is plaatsing voor het Europees kampioenschap en ook deze tweede wedstrijd wordt gespeeld in Hengelo. De ploeg van Jessica Torni is er klaar voor. Dat heeft de ploeg laten zien in de eerste wedstrijd die met 7-2 dus werd gewonnen. Met onder meer 4 goals van Volkertsma. Nederland gaat voortvarend van start. Met de bal naar Suzanne Admiraal, de speelster van Telstar. Speelt de bal door de benen van een van de speelsters van Wit-Rusland. Maar er wordt niet gescoord door Oranje. Wel een goede kans, goede mogelijkheid in de openingsfase. De hoekschop kort genomen voor Oranje. En daar komt die bal voor de goal. En daar is de treffer. En het is Siska Volkertsma die 4 keer scoorde tegen Wit-Rusland. En nu in de 7e minuut de openingsgoal maakt in deze wedstrijd tegen Wit-Rusland. Een heerlijke start dus opnieuw voor de vrouwen van Jessica Torni. Opnieuw een hoekschop en daar belandt de bal voor de voeten van Jill Roord. Scoorde eveneens in de vorige wedstrijd. Met 20 goals heeft zij de meeste goals gemaakt in de geschiedenis van de vrouwen onder 19 jaar. Maar hier wordt niet gescoord. Dan een missertje achterin. En hier komt Nederland heel goed weg. Daar wordt uitstekend opgelet door Yvonne van Schijndel die de bal net op tijd weet weg te halen. Knappe prestatie en dus blijft het 1-0 voor Nederland. Oranje dat in de eerste helft doordrukt, probeert te drukken in ieder geval, met Suzanne Admiraal opnieuw lekker op dreef. Aan de linkerkant van het veld. Wie is er mee? Het is Michelle Hendricks, de speelster van PSV, de aanvoerster van deze jonge Oranje ploeg. Maar zij scoort niet. Dan het begin van de tweede helft. Jill Roord met een uitstekende vrije trap. Door Lisanne van der Wal opgepikt. Maar hier komt Wit-Rusland goed weg, want het blijft 1-0. Een prima vrije schop van Roord. Dan de hoekschop voor Oranje. En daar is Van der Wal. De speelster van Heerenveen met de 2-0 voor Nederland op een heerlijk moment. 7 minuten na de hervatting naar rust is het 2-0 voor Oranje. Oranje dat als doel heeft om 3 wedstrijden te winnen. Ook die van Finland. Dat is de laatste wedstrijd in de pool. En dan 9 punten uit 3 wedstrijden. Dat is de inzet voor de ploeg van Jessica Torni. En Nederland doet het ook in de tweede helft uitstekend. Dit is Nadine Noordam, speelster van ADO Den Haag. Komt er goed voorbij, daar het schot van Noordam. En daar wordt die bal nog aangeraakt door de keepster, maar is dan over de lijn geweest. En dus is het een treffer. In de 69e minuut staat Nederland op een 3-0 voorsprong tegen Wit-Rusland. De vraag is dan, gaat de teller nog oplopen in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd? Inmiddels is ook Esmee de Graaf in de ploeg gekomen en dus hebben alle 18 speelsters uit de selectie speelminuten gekregen in de 2 wedstrijden die gespeeld zijn. En daar is de Graaf, maar zij scoort niet. Esmee de Graaf, de speelster van PEC Zwolle. En dan is het eigenlijk alleen nog maar wachten op het eindsignaal van Miss Garrett, de Engelse scheidsrechter. 3-0 is de eindstand. Nederland wint van Wit-Rusland en moet nog 1 wedstrijd gaan spelen. Dat gebeurt aankomende zondag in Eibergen. Finland is dan de tegenstander.